Fernandes Bakkerij heeft ondanks de vele uitdagingen veel resultaten kunnen neerzetten in het haast afgelopen jaar 2023. Ruffin Bijsnat, directeur van Fernandes Bakkerij, zegt dat dit te danken is aan het personeel dat standvastig is geweest. Volgens Bijsnat was 2023 een speciaal jaar voor Fernandes Bakkerij, omdat het bedrijf haar 60-jarig bestaan heeft mogen vieren. We hebben dat op een gepaste manier gevierd. Niet zoals de gebruikelijke manier met de grote feest. We hebben dat anders gedaan dit jaar. We hebben gezegd, we gaan wat doen voor het team van ons. We gaan wat doen voor onze klanten. En we gaan wat doen voor wat sociale instellingen en wat ziekenhuizen. En op die manier hebben wij dit gedaan. En eigenlijk doorgetrokken door het jaar heen. En afgesloten met een donatie aan Suïd. De directeur van Fernandes Bakkerij geeft verder aan dat het eerste halfjaar van 2023 moeilijk was in te schatten hoe de situatie in het land en voor het bedrijf zich zou ontwikkelen. Dat zou volgens hem met een stabielere economie geen probleem zijn. Dus ik merk het tweede halfjaar wat rust is in de economie. Met name de wisselkoersen, want dat is voor ons erg belangrijk. We importeren best veel. En ik denk dat we nu, met name door die rust die er is, wat beter kunnen inschatten, inplannen. En we hopen dat dat zo blijft en dat dat goed komt natuurlijk. Bijsnat benadrukt dat met de bedrijfsactiviteiten in het haast afgelopen jaar veel positieve reacties zijn ontvangen vanuit de gemeenschap.